vandaag is het weer zover. We kijken al een heel jaar naar uit. We mogen weer uitgebreid onze visie geven op de begroting die voor ons ligt. Een geweldig feestje. We weten nu weer of we genoeg geld hebben om uit te geven het komende jaar. En of we dat toch weer eens wat zuiniger aan moeten gaan doen. Dank aan alle ambtenaren en aan het college die ons het inzicht weer hebben verschaft. En zoveel werk hebben verzet om het allemaal weer op een rijtje te zetten. Zo'n begroting geeft niet alleen inzicht, maar is ook gelijk aanleiding om weer eens kritisch te kijken of we het als Tiel nog steeds goed doen op financieel gebied. Ik moet zeggen, in eerste instantie ziet het er allemaal nog redelijk rooskleurig uit. En dan kom je toch in de verleiding om te gaan kijken hoe we het geld weer zo snel mogelijk kunnen gaan uitgeven. Mij is echter altijd bijgebracht dat het eerst gekeken moet gaan worden of er voldoende middelen zijn om überhaupt geld uit te geven. Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen. Het plaatje gaat alweer door, maar dat was niet helemaal de bedoeling. Kan ik hem ook terugvolgen? Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen, maar er tegenover staat zuinigheid bedriegt de waarheid, wijsheid. Met andere woorden, we moeten niet zo zuinig zijn dat we niet op tijd de juiste en noodzakelijke uitgaven doen. Naar de mening van Sociaal Tiel zijn er wat dat betreft bij de behandeling van de perspectievennota een aantal wat minder gelukkige keuzes gemaakt. Maar niet getreurd, we krijgen nog kansen genoeg om in alle wijsheid juiste keuzes te maken. De zorgen om het sociaal domein blijven voor Sociaal Tiel een belangrijk issue. Naar verwachting, en misschien kunnen we dan beter zeggen met een naar waarheid grenzende waarschijnlijkheid, zullen de tarieven en de budgetten voor de WMO en de jeugdwet ook in 2016 weer lager uit gaan vallen. Dit is niet alleen een constatering van Sociaal Tiel, maar een signalering vanuit de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. De budgetten zullen daarmee ontoereikend zijn voor zowel bestaande als nieuwe cliënten. Tevens wordt de zorg uitgesproken dat er bij de gemeente onvoldoende kennis is over de doelgroep, waardoor een indicatie op maat niet goed kan worden gegeven. Een zorgelijke ontwikkeling waar Sociaal Tiel vinger aan de pols zal blijven houden. Belangrijk voor ons is dat er een goede samenwerking is met de WMO-raad en de cliëntenraad Wet Werk en Bijstand. Met deze beide raden nauw betrokken blijven bij ontwikkelingen binnen het sociaal domein. En dat adviezen die worden gegeven ook serieus worden meegenomen in de besluitvorming. Ik hoef in dit geval alleen maar even te wijzen op de recente ontwikkelingen over de tegemoetkoming meerkosten. Er werd volledig voorbij gegaan aan de inbreng van de beide raden, terwijl deze wel de vinger hebben gelegd op een heel belangrijk pijnpunt, namelijk de traditionele kostwinnersgezinnen. Gezinnen die het financieel gezien zwaar hebben, maar die geen aanspraak kunnen maken op kwijtschelding van lokale lasten en geen zorg- of vuurtoeslag krijgen. Deze gezinnen kunnen maandelijks al snel honderden euro's tekort komen en wij vragen het college om hierover in al haar wijsheid de juiste beslissing te nemen met deze gezinnen in het achterhoofd en de inbreng van de raden niet naast zich neer te leggen. Een ander pijnpunt, de voedselbank, die nog steeds nodig blijkt te zijn om mensen van hun eerste levensbehoeften te voorzien. We hebben het hier over een mooi voorbeeld van burgerparticipatie, waar een groot aantal vrijwilligers bij betrokken zijn. De voedselbank dreigt nu zelf in grote nood te geraken en moet ondersteund gaan worden. Doen we dit niet, dan laten we een groot aantal mensen straks in de kou staan. Onze vraag aan het college is: vinden wij het wel goed dat er een voedselbank is en dat het daar dan bij blijft? Of erkennen we dat de noodzaak van het bestaan van deze voedselbank, omdat we weten dat de burgers in de knel zitten en tijdelijke hulp nodig hebben. En als dit dan toch wordt herkend, kunnen we dan ook rekenen op de support en de ondersteuning vanuit de gemeente. Het werkloosheidscijfer ligt in Tiel nog steeds 1,5% boven het landelijk gemiddelde. En ook de WWB laat nog steeds een stijgende lijn zien. Dit blijft zorgelijk, zeker als op basis van een onderzoek van de werkgeversvereniging AWVN blijkt dat ook de werkgevers het aantal banen voor de komende 2 jaar nauwelijks zien stijgen. Vorig jaar heeft Tiel een motie ingediend voor de invoering van een stadspas. Doel van deze pas: het moet voor de burgers met een minimuminkomen mogelijk blijven om deel te nemen aan bijvoorbeeld culturele activiteiten, sporten en cursussen. Wat een geluk voor het college dat de ondernemersvereniging Hart van Tiel de ontwikkeling van de flippas heeft opgepakt en daarmee alvast een hoop werk uit handen heeft genomen. Op de flippas zijn tal van mogelijkheden toepasbaar.
Het is dan ook goed om te weten dat deze motie nog niet is afgedaan en dat het daarmee voor de gemeente nog steeds open staat om te kijken welke mogelijkheden zij kan bieden aan de minima in Tiel op deze flippas. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de uitkomsten van het overleg dat hierover gaat plaatsvinden of al heeft plaatsgevonden. En de terugkoppeling naar de raad. Overigens is het positief te zien dat ons beeldmerk van de stad Flipje steeds regelmatiger wordt ingezet om Tiel op een positieve manier te promoten. Even tijd voor wat anders. Op mijn dagelijkse wandeling met de hond kom ik langs allerlei fantastische mooie plekjes in Tiel. En ik loop ook vaak langs de Waal. Ik geloof dat ik hier een verkeerd plaatje heb. Met een schitterend uitzicht op de stad. Het is wel water, maar toch anders. Even door. Ja, ik loop graag langs de Waal. En kom tijdens mijn wandelingen dus langs verschillende monumenten die Tiel rijk is. Het gerechtsgebouw, waarover de laatste tijd zoveel te doen is geweest. Het gebouw staat te koop. En het wordt er aan de gemeente ook nog eens gevraagd of het een geschikte plek is om statushouders te huisvesten. Dat heeft een hoop gedoe gegeven, maar het is goed om te weten dat de raad deze laatste optie niet ziet zitten. Maar het is ook goed om te weten dat de meerderheid van de raad voor opvang is van extra statushouders in bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden. We hebben als stad ook naar deze mensen toe een verantwoordelijkheid. Kritisch is Sociaal Tiel wel als het aankomt op de 72 uur crisisopvang. Zeker wij zijn ook voor deze vorm van opvang. Maar maken ons ook zorgen over waar het aankomt op de doorstroom. Want landelijk wil dit namelijk nog wel eens uit de hand lopen. En blijkt er sprake te zijn van soms een forse overschrijding van die 72 uur. Wat de doorstroom niet ten goede komt en voor onrust kan zorgen in de samenleving. Even terug naar het wandelen, want daar was ik gebleven. En ik kom langs een gebouw waar ook nog wel eens over gesproken wordt. Namelijk Bellevue. Helaas staan er nu weer hekken om het gebouw zoals je ziet. En het wil me niet lukken om tot een goed compromis te komen, waardoor het gevaar bestaat dat het gebouw uiteindelijk in verval zal raken. Eeuwig zonde, zeker omdat het een gebouw kan zijn wat voor elke Tielenaar open moet staan en toegankelijk moet kunnen zijn. Misschien moeten we hier de geschillen uit het verleden eens opzij zetten en vooruitkijken en mogelijkheden creëren. Mijn volgende stop is bij deze wandeling het nieuwe openluchtzwembad van Tiel. Nu wel het goede plaatje. Ja. De bouwput van de West-Luidense Poort, of zullen we hem tijdelijk omdopen naar de West-Luidense Plas? We zijn toch wel heel erg benieuwd hoe het met de voortgang is. In een recent antwoord werd nog aangegeven dat er sprake was van een geringe vertraging. In plaats van in augustus 2017 werd de verwachting op levering oktober 2017. Ik wil hier toch wel heel even de gelegenheid gebruik maken om erop te wijzen dat er een bord staat met de verwachte oplevering december 2016. Dus hoe gering is gering in dit geval? Misschien moeten we de verwachting van de oplevering op het bord maar gaan aanpassen naar december 2018. Het is maar een optie. Sociaal Tiel is toch wel heel erg nieuwsgierig of deze vertraging ook nog financiële consequenties heeft. U hoeft geen bedragen te noemen, maar enige toelichting is wel gewenst. Het einde van mijn wandeling, want de hond wordt wat ouder en dan kom je niet meer zo heel ver. Dus ik eindig bij de kademuur. En daar staan hekken. Heel veel hekken. Het is dan ook bijzonder slecht gesteld met de kademuur. We zijn er een voorstander van om op korte termijn prioriteit te geven aan het herstel van de muur. Er moet toch wel sprake zijn van een veilige haven in Tiel. En daar hoort ook een veilige kademuur zeker bij. Programma 1 van de begroting wordt gesproken over veiligheid in Tiel. De aanpak van de criminaliteit werpt zijn vruchten af. Het aantal woninginbraken blijft dalen en ook de aanpak van overlastgevende jongeren lijkt zijn vruchten af te werpen. Toch lezen we dat nog te veel inwoners zich niet helemaal veilig voelen in hun eigen wijk. Het blijft een gevoel en dat gevoel van veiligheid is dan ook niet voor iedereen hetzelfde. We kunnen ons vinden in de stimulering van buurtpreventieprojecten, maar ook in de gerichte inzet van camera's. En ook de rol van de veilige wijkteams blijft in dit opzicht belangrijk. In programma 3 wordt gesproken over het aantrekkelijke sportklimaat wat er in Tiel is. Dat het de bedoeling is zoveel mogelijk Tielenaren te laten bewegen. En dat daarvoor voldoende faciliteiten wordt geboden voor een actieve levensstijl. Het college heeft in de laatste raadsvergadering een mooie opdracht meegekregen voor wat betreft het nieuw aan te leggen zwembad. Naar het gevoel van Sociaal Tiel heeft de raad echter op een ander vlak nog kansen te bieden. Namelijk aan VV Waddenooien. Met een nieuw aan te leggen kunstgrasveld
wordt de ledenstop en daarmee de achterstand ten opzichte van andere verenigingen voorkomen. We moeten niet uit het oog verliezen dat VV Waddenooijen buiten de jeugd uit het eigen dorp ook aan de jeugd uit Passewaaij een mogelijkheid biedt om te kunnen voetballen, zeker nu ook bij RKTVC de ledenstop geldt. Sociaal Tiel hoopt dat er vanavond in tegenstelling tot de vorige poging nu wel tot een overeenstemming kan worden gekomen, zodat VV Waddenooijen een mooie toekomst met een sterke groei tegemoet kan gaan. Hebben we toch nog één klein dingetje als we het toch over sport hebben? Tiel is de komende jaar de doorkomststad van de Giro Italia. Persoonlijk vind ik het prachtig, want ik ben een groot fan van de wielersport. Maar dit soort evenementen brengen ook vaak grote kosten met zich mee. In antwoord op een schriftelijke vraag kregen wij te horen dat de provincie in beeld wordt gebracht wat de kosten zijn en welke bijdrage Tiel hieraan zou kunnen leveren. We zouden het eigenlijk graag andersom willen stellen. Welke kosten zijn er voor Tiel aan het evenement verbonden en welke bijdrage kunnen wij als Tiel van de provincie verwachten? In een recente test van de winkelsteden in de regio is ook de bezoek afgelegd aan het centrum van Tiel. Het stuk benadrukt op een positieve manier dat Tiel alles in huis heeft om een leuk en voetgangersvriendelijk gebied te zijn. Maar er is best nog wel veel leegstand. Tiel mist de boot, een beetje wordt er hier gezegd. Gelukkig is het maar een beetje, want dat betekent dat er ook de mogelijkheden zijn om het tij nog positief te keren. In april dit jaar staat er in de Gelderlander een toezegging van de burgemeester en wethouders om ervoor te zorgen dat nog voor de zomer, die nu net voorbij is, het centrum van Tiel aantrekkelijker te maken. In het stuk wordt gesproken over de opruimen van zwerfvuil. Prullenbakken staan die vaker geleegd gaan worden en makkelijker te verhelpen. Beeldsverstorende elementen worden aangepakt. Maar de leegstand blijkt dus ook nog steeds een beeldverstorend element in de stad te zijn. We hebben een compacte stad met een historisch centrum. Zo'n historisch centrum biedt een hoop mogelijkheden om er een aantrekkelijke binnenstad van te maken. Deskundigen laten keer op keer weten dat oude binnensteden als winkelcentrum de beste kans hebben voor de toekomst. Laten we geld uitgeven om onze binnenstad nog aantrekkelijker te maken en het niet over de balk smijten door het te besteden aan grote prestigieuze projecten die weinig tot niets bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Tot slot, meneer de voorzitter. Sociaal Tiel kan zich volledig vinden in de conclusie van de begroting, waarin staat dat we financieel op onze tellen moeten passen om een stevig fundament te behouden. Laten we aan onze burgers laten zien dat Tiel een verantwoord financieel beleid voert, de juiste uitgaven doet en daarbij de belangen van haar burgers niet uit het oog verliest door de lasten laag te houden. Ik dank u wel voor de aandacht.